Vrienden, wij zijn hier vandaag bij elkaar omdat wij staan voor dat andere Nederland. Wij willen een land waarin mensen vooruitkomen. Meer banen voor meer mensen. Met een sterke economie en een sterke samenleving. Maar dan moet het wel anders. Want nu betekent 2012 minder banen en minder banen voor minder mensen. Een economie die krimpt en kaalslag in zorg en onderwijs. Maar Nederland heeft een veel mooiere toekomst voor zich. En onze geschiedenis die bewijst dat. En een glimp van dat andere Nederland, van ons Nederland, zagen we vorige week. Toen de dijken in Groningen leken door te breken, toen waren we onszelf. Dorpen werden razendsnel geëvacueerd. Onze slimste koppen waren ter plekke om oplossingen te bedenken. Met een balgstuw werd het water tegengehouden. En mensen in nood werden snel en professioneel geholpen door het leger, door de politie en door de brandweer. Kortom, de overheid die was er en die trad op. Maar niet alleen de overheid. Bijna niemand hoefde te slapen in de allerijl geschikt gemaakte gymzaal in Ten Boer. De stretchers die bleven leeg. Niet omdat er geen behoefte was aan een slaapplek, maar omdat mensen in de omgeving zelf evacuees opvingen. Gewoon thuis, met een extra bed en een kop soep. Het wassende water had de solidariteit in mensen wakker gekust. En nu staat Nederland een ander soort watersnood te wachten. Krimpende economie, massawerkloosheid, afgeschreven jongeren. En wat doet de regering? Wat doet onze premier? Hij staat erbij en hij lacht. Banen, banen, banen. De Partij van de Arbeid die wil opkomen voor al die goedwillende mensen die willen werken voor hun brood en die willen bijdragen aan onze samenleving. Een land waarin de kans op een huis, op een baan, op een goede school voor de kinderen, voor iedereen is weggelegd. De oplossing van armoede is niet armoede ontkennen. De oplossing is werk. Werk en werk. En de oplossing voor de schuldencrisis is niet schrapen bij de armen. De oplossing is hervormen, vergroenen, verdelen en investeren in werk. Met GroenLinks en de SP komen wij met voorstellen die precies dat doen. Een oplossing bieden waar honderdduizenden Nederlanders iets aan hebben. Harde bescherming van bestaande banen. Actiever stimuleren om mensen in dienst te nemen die het nu niet redden. En wat extra banen oplevert in bouw, in energie, in zorg en in het midden- en kleinbedrijf. Ze zeggen dat er geen armoede is in Nederland. Ze zeggen dat PGB'ers de boel belazeren. Ze zeggen dat de markt ons beter maakt. Niet de hebzucht aan de top is het probleem, zeggen ze, maar de gehandicapte kinderen. Niet de villa-bezitters moeten betalen, zeggen ze, maar de sociale huurders. Niet de bankiers moeten inleveren, zeggen ze, maar de agenten, de onderwijzers en de verpleegsters. Maar wij weten dat het anders kan en wij vinden dat het anders moet. Natuurlijk, het land wordt niet bestuurd hier in de vereniging in Nijmegen. En nee, de oppositie kan het kabinet niet naar huis sturen. Ze zullen ons weglachen. Ze zullen als altijd zeggen dat er geen alternatief is voor die huidige koers. Met 130 kilometer per uur, hup, het water in. Maar als wij buiten kijken, buiten de politiek, geef mij dan maar de kracht van de man die werkt in een sociale werkplaats. Geef mij de trots van een jongere in zijn eerste baan. Geef mij de eigenwaarde van een gehandicapte die met een PGB zelf blijft beschikken over zijn leven. Als we opkomen voor wie we zijn, dat kleine land onder die bewolkte hemel, waar de strijd tegen het water nooit definitief gestreden is. Als we massaal duidelijk maken dat we dit niet langer accepteren. Dat de grote meerderheid van Nederlanders liever kiest voor werk, voor goede scholen en voor fatsoenlijke zorg.
dat we onze medeburgers die zorg nodig hebben niet langer laten beschimpen. Dat we niet langer accepteren dat de graai in de top gespaard wordt terwijl de huurders bloeden. Dat dit geen land is waar bezuinigd wordt op kinderen met een handicap. Als wij de toekomst van ons land weer gaan bepalen. Als we ophouden naar beurskoersen en speculanten te staren alsof dat belangrijker is dan de waarde van wat we delen. Als we aanvaarden dat onze gedeelde welvaart groter kan zijn dan de individuele rijkdom van sommigen. Als we met duizenden zachte stemmen laten horen wat ons rechtens toekomt. Als het oorverdovend lawaai van de redelijke belangen van miljoenen Nederlanders zal klinken in Den Haag, tot de ramen van het Binnenhof barsten in hun sponningen. Ja dan! Ja dan! Dan kan geen lachende premier ons negeren. Dan kan geen minderheidskabinet regeren. Dan kan niemand ons afhouden van een ander, beter Nederland. Dank voor jullie komst.